En zoals iedereen weet, kunnen we voor dit prijspakket de waarde van 50.000 gulden. De bonusprijs van vandaag is een 15-daagse vliegreis naar het prachtige Madeira. En dan die hoofdprijs van vanavond, een hoekopgestelde keuken, voorzien van inbouwapparatuur zoals een keramische kookplaat, een koelkast en een elektrische oven te waarde van 20.000 gulden. En ook vandaag zou het rad niet kunnen draaien zonder Hans van der Tocht. Dank u. Hartelijk dank allemaal, wat een warm onthaal is dit weer. Welkom thuis ook, fijn dat u weer gaat kijken. We gaan weer gezellig met drie nieuwe kandidaten. Gaston zei het al, woordpuzzels oplossen in het Rad van Fortuin. En we weten het natuurlijk, in de eerste ronde is het hoogste geldbedrag altijd 1000 gulden. Er is eenmaal de bankroet, eenmaal verliesbeurt en er is eenmaal de joker. En natuurlijk laat ook zij vandaag alle letters weer aan ons zien. Hier is ze, onze enige echte eigen, Leontien. Ja. Ja, net een Spaanse danseres, zoals ze eruit ziet. Prachtig. Ik ga graag de kandidaten van vandaag nu voorstellen. En van links naar rechts zijn dat Paul, dit is Helma en ik ga naar Corrie. Hallo, hallo Corrie. Hallo Hans. Welkom in de uitzending. Voel je je goed, ja? Prima. Goed zo. Zeg, jij zwemt iedere ochtend om 7 ja, uur? Ja. Met wie doe je dat? Ja, vriendinnen. Met vriendinnen? Ja. Hoe laat moet je dan op? Vroeg, 6 uur. 6 uur. En waar doe je dat? In het zwembad. Hè? Ja, in welke plaats? Ja, dat begrijp ik. Lelystad. In Lelystad. Ja. Oh ja, we zijn lekker badger. Ja, ja, 2 zo. Oh goed, en dan kom je om 1:08 thuis en dan ga je lekker het huishouden doen. Ja, heel lekker. Heel lekker, niet dus. Oh niet, wat doe je dan allemaal? Nou, ik maak poppen. Ik zit op de breimachine. Breimachine? Ja. Hoe lang doe je erover om het huid te maken? 2 uur. 2 uur om een breimachine. En voor wie brei je eigenlijk? Nou, voor allemaal. Voor jezelf ook? Ja, maar ik kom altijd het laatste. Altijd het laatste. Ja. Hele familie, kennissen en vrienden. Oh. Ja. Brei poppen maken. Poppen. Van wat voor materiaal? Stof en zo? Kousen. Oh, van kousen doe je dat? En fiberfilm. Ja. En fiberfilm? Ja, dat vul je mee op. En schapenwol. Ja, leuk. Ja, en dan pruikjes. Ja, en ja, doe je nog meer dingen? Zwemmen? Jawel, sjoelen. Oh, sjoelen doe je ook. Ben je er goed in? Nou nee, niet erg. Nee. Dit een competitieverband of voor de lol? Jawel, ja, competitieverband ook. Competitie. Ja. En dat allemaal in Lelystad? Nou, we gaan ook naar Barneveld. Oh, je gaat uitwedstrijden, ja, heb je? Ja, ja. Oh, nou, fantastisch. Ja, druk, heel leuk. Druk, ijverig mevrouwtje ben je. Ja. He, zullen we mogen het wel stellen? Nou, ik hoop dat je ook zo enthousiast bent in het Rad van Fortuin vandaag. En dat je een beetje het geluk aan jouw zijde hebt. En het is een spelletje. Het is een spelletje. Veel succes. Dames en heren, dit is Corrie. Naast me staat Helma, onze tweede nieuwe kandidaat. Helma, hartelijk welkom. Ja. Waar kom je vandaan? Uit Den Haag. Uit Den Haag, daar werk je ook? Daar werk ik ook. Wat doe je? Ik doe administratief werk aan het ministerie van Sociale Zaken. Oh, ben je sociaal gevoelig zo erg? Nou, valt wel mee. Wat doe je op die afdeling? Ik registreer post die binnenkomt. Ah, en dat nummer ik en dan wordt dat bijgehouden. Naar alle afdelingen en dat gaat personen maar, waar naartoe moet. Personen, precies. Ja, ja. Ja. Als je vrij bent, heb je dan leuke dingen om handen? Nou, als je vrij, ik heb natuurlijk het huishouden thuis en werken. Ja, heb je ook kinderen ook, of niet? Ik heb 2 zoontjes. Oh jee, dat is druk dan. Dat is druk en leuk. En die voetballen. En die voetballen. En daar ben je zelf ook gek van. Ja, ik hartstikke leuk. Ja, je gaat altijd mee in het weekend. Altijd, ja. Ja, want hoe oud zijn je zoons? 5 en 7. 5. En die van 5 voetbalt die allemaal? Die doet ook mee. Oh ja, in een soort mini pupillen elftal. Precies, allemaal achter de bal. En wel hollen en wel hollen. Ze weten altijd dat ze in het doel moeten schieten. Of wel nou, dat begint toch wel te komen hoor. Ja. En het hele weekend ben jij lekker op het veld? Zaterdags, ja. En met je man voetbalt ook? Ook, daar ga ik ook altijd mee. En thuis weer televisie kijken, voetbal ook? Vind ik ook leuk, ja, doen we ook hoor. Oh, gelukkig. Nou, je bent wel bezig in ieder geval. Ja, zeker. Goed zo. Ik wens je succes ook bij ons in het Rad van Fortuin. Dames en heren, Helma. Onze derde kandidaat, hij is eerstejaarsstudent Nederlands in Leiden. Hij is denk ik een van de jongste kandidaten die we ooit in het Rad van Fortuin hebben gehad. Want hij telt pas 19 lentes en zijn naam is Paul. Hartelijk welkom, Paul. Dat heeft hij mooi gezegd. Ja, ja, ja. Klopt wel. Zeg, eerstejaarsstudent, dat klopt ook, Nederlands. Wat wil je daarmee gaan doen als je klaar bent? Dat duurt natuurlijk nog wel even. Ja, dat duurt zeker nog even. Dus ik wil iets in de journalistiek gaan doen. Journalistiek? Liefst. Maar ik kan nog alle kanten uit. Dus. En waarom dan niet de school voor journalistiek, maar waarom dan Nederlands studeren? Ja, omdat de andere kant weer uit kan, het zijn kan. Oh ja. Breed, kan leraar worden in de reclame, PR, alles kan nog. Ja. Zeg, je hebt net voor het eerst toneel gespeeld, hè? Ja. Ja, hoe kwam bij wat, bij de studenten of? Nee, het, ik woon in Noordwijk. Ja. En Noordwijk is 125 jaar een badplaats. En die hadden dat georganiseerd? Ja. Ja, en elke week hebben we opgevoerd. Wat zeg je? Elke week hebben we opgevoerd. Oh, elke week. En wat was je rol? Ik heb de dood gespeeld. Je hebt de dood gespeeld. Ja. Ach jongen, wat prachtig. Ja. Verder ben je een enorme, serieuze zwemmer. Maar echt wedstrijdzwemmen, hè? Ja. Ja. Wat voor niveau zwem je?
ja, ze hebben competitie, C-competitie, D-niveau. C- en D-niveau? Ja, daar ongeveer. En wat is jouw beste slag, zeg maar? Is dat ik school? Doe het liefst vrije slag, borstkrol. Borstkrol, maar ja. Dan mag je ook alle andere dingen doen natuurlijk, hè? Ja, dat mag wel, maar dat is meestal borstkrol. Omdat het snelste is, ja. Natuurlijk. Ja. Hoop je ooit Nederlandse top te halen en Olympische Spelen, of gaat het, is je talent toereikend? Dat ik ben een beetje over mijn top heen. Je bent over je top heen al? Ja, zoiets. Ja, zwemmen begin je heel vroeg mee, hè? Inderdaad. De ja, grote top, allemaal 14, 15 jaar, die meisjes en jongens. Ja. Goed, ik vond het heel leuk, al deze dingen die je doet. Lekker verder studeren. Succes bij ons in de Rad van Fortuin. Dames en heren, dit is Paul. Ja! Alle drie, heel erg veel succes. En ik ga het Rad speel klaarleggen voor de allereerste ronde. Daar gaan we. En in de eerste ronde gaan we nu op zoek naar een gezegde. 26 letters, dat is een heleboel. Het rad ligt bijna stil, dat betekent dat Paul als eerste mag gaan draaien. Paul, succes, een gezegde zoeken. Eens kijken, Paul, waar gaan we terechtkomen? Op de 200 gulden. Ik wil graag een N van Nico. Het worden er zelfs 800 en je hebt meteen twee N'en, 1600 gulden. Heel goed. Ga maar door. Oh Paul, dat gaat niet goed, jongen. Dat, of wel net. Nou. Ja, hij gaat wel goed. 1000 gulden. Hoogste bedrag zelfs. Een D van Dirk, alsjeblieft. Een D. Ja, twee D's. Goed. En je mag doorgaan. En Paul, we gaan weer naar de 200. De S van Simon? Een S. Nee, die zit daar niet in. En het is Helma die door mag gaan. Een gezegde, 26 letters. En Helma, jij komt op 150 gulden. T van Theo. Een T zit er twee keer in. Goed, ja. Geen gevaar voor je, Helma. Je komt op de 50. Wat later bedraag je, zeg. De S van Simon. Een S, die is net gezegd. Jammer. Corrie, ga maar door. Jouw eerste kans. En Corrie, gelukkig de bank goed voorbij. En we gaan naar de 600 gulden. De H van Hendrik. De H, 1H. Ja, goed. Draai maar door. En we komen in de buurt van de joker, Corrie. Gaan we hem pakken? Ik denk het wel. Nou, hem afleggen maar voor je neer. En denk eraan als je hem straks nodig hebt. En draai maar verder. En we komen op 550 gulden. De P van Pieter? Nee, helaas. Paul, jouw kans weer. Dat wordt, denk ik, 400 gulden. De R van Richard. Een R, die zit er twee keer in. Goed, ja. En Paul gaat doordraaien. En Paul, we gaan naar 800 gulden. De M, Marianne. Een M, twee M ook, uitstekend. 1600 gulden. Daar staan ze. En Paul draait verder weer. Inmiddels wel 6000 gulden op het scorebord van Paul. Oh Paul, oh Paul, oh Paul, oh Paul. Wat een ramp, jongen, daar gaat al je geld. 6000. Wat vreselijk.
Wat is het ook soms een vreselijk spel, hè? Als je zoveel geld hebt. Hel maar 400 gulden. De L van Leo? Een L, nee. Corrie, ga maar door. En Corrie, je komt op 700. De J van Jan? Ja, zit erin één keer. Mag ik het zeggen? Ja, nou en of, je mag het zeggen. Roeien met de riemen die je hebt. Roeien met de riemen die je hebt. Nou en of. Oh. Heel goed, we kijken nog even naar Leon Tien, want ze hebben nog heel veel letters omdraaien. Daar zien we het staan. Nou, enorme pech voor Paul, dat moest je ook constateren, maar jij hebt het heel goed gedaan. Je mag voor 1300 gulden prijzen gaan kopen. Ga je gang, Corrie. Dat is leuk. Ja. 600 gulden de stofzuiger. Een stofzuiger voor 600 gulden, want je zo'n hekel hebt aan het huishouden. Dan werd er nog 700 gulden over. Voor 470 gulden de voetprocessor. Een voetprocessor voor 470, er staat er nog 230. Mag ik voor 210 theeservies? Een theeservies, ja, voor met je vriendin een lekker theeleuten. Twee vriendjes blijven erover, dat stonden mooie prijzen van Corrie. Corrie, zullen we even, want hier zijn jouw prijzen. Thee drinken wordt iets speciaals, maar dit uitgebreide porseleinen theeservies. Kleine kopjes, grote kopjes, mokken, voor ieder wat wil. En ook voor de suiker en melk is een stijlvol plaatje gereserveerd. Hakken, snijden, mengen, draaien, mixen en nog veel meer. Hij kan het allemaal. Met deze betrouwbare hulp wordt koken weer leuk. En natuurlijk wil je dat de maaltijd lekker smaakt. Maar met deze voetprocessor zorg je ervoor dat het er ook nog eens lekker uitziet. Eet smakelijk. En dan je laatste, Corrie. Hij staat voor jou te popelen om te werken. Hij is voorzien van een onverwoestbare motor. En zijn zuigkracht is niet te evenaren. En met zijn zwenkwielen is hij makkelijk hanteerbaar. En stofzuiger wordt voor jou een fluitje van een set. Hans, dit was ronde 1. Wat nu? Ja, wat nu, Gaston? Nou, we gaan gewoon lekker verder met de...